Andrew White. That's right. I'm Milo Tyndall. Thanks for agreeing to see me. What do you do, by the way? I'm an actor. Why have I never heard of you? You will, before long. That sounds threatening. Does it? Doesn't it? My wife spends money like water. She's born to luxury. What are you? Out of work actor? You're out of your depth, old boy. But I have a solution. So, what do I do? You break in. Place the ladder against the wall. Okay! Climb up the ladder! Smash it! Fantastic! I want you to steal the jewels. £800,000, tax-free. And this is where I attack you. How? Get out my gun. The real game has just begun. Is that a fact? I've broken into your house because I know you have jewels. Aren't you the wicked one? Dames en heren, ik ben Tim Pen voor Ondergrond TV. We zijn in Criterion bij de eerste sneak van 2008. We gaan even kijken wat de mensen ervan vonden. Ik ben Rogier en ik ben 21. Naomi, ik ben 17. Ik wil wat over de film vertellen, dus vraag maar over de film. Oké, wat vond je ervan? Ik vond het een goede film. Ik vond hem heel tof. Ik vond hem ook wel cool. Een beetje gek, maar wel cool. Nou, twee mannen en je machtspelletje samen en opeens is hij dood. Ja, een beetje gek. Vond je het niet op een gegeven moment een beetje voor de hand liggend worden? Ja, na een tijdje begon ik wel van... Ja, dat ik dingen al van tevoren snapte. Nee, wel verrassend. Ik kan ook heel erg tegenvallen bij de sneak, dus dat was zeker de moeite waard. Ik ben heel blij mee. Ja, ik vond het sowieso mooi dat het maar met twee acteurs. Ja. Dat vond ik wel mooi gedaan. Hoe vond je de combinatie Jude Law en Michael Caine? Ik vond het een hele goede combinatie. Zag je het einde aankomen? Nee, niet echt. Oh. Maar positief verrast dus? Ik was positief verrast. Nee, ik had eigenlijk niks verwacht. Nou, het bleef me verrassen. Dit was hem. Tot volgende week.